Het nieuwe Justitiepaleis in Antwerpen is het decor voor de slotscène van Oh No, It's a Woman. Na de kus en Dennis van Rita is Hilde van Michem met Oh No, It's a Woman toe aan haar derde langspeelfilm. Rie, kijk eens naar de man. Dus de film gaat over vier generaties vrouwen en ik ben de oudste generatie, de mater familias, Judith. Het gaat over vier vrouwen van verschillende leeftijden die hun weg zoeken in de liefde, en daar al dan niet in verdwalen. En uiteindelijk komt het allemaal goed, zoals het hoort bij een romantische komedie. Hoe verloopt het allemaal? Oh, het verloopt goed, maar het is een beetje chaos, want het is heel veel figuratie, heel veel. Alle acteurs zijn er. Zoals je ziet, een mooi hart. Ik weet niet of je het ziet op de camera. Lichtinstallatie, dus dat is het einde van de film dat we nu aan het draaien zijn. En dat moet er spectaculair uitzien, dus dat vraagt ook wel even tijd. Draaien met Hilde van Michem, hoe is het om met haar te werken? Bijzonder aangenaam. Het is leuk om door een actrice geregisseerd te worden. Zij weet als geen ander hoe het is om aan de andere kant van de camera te staan. En dus kan ze daar ook heel goed in begeleiden. Dus dat is eigenlijk wel heel aangenaam. Met Marie werken, hoe leuk is dat? Ja, dat is leuk, maar ik ben wel geschrokken hoe groot en volwassen mijn dochter geworden is sinds de kus. Dus ik heb hier nu echt een actrice die niet op haar mondje gevallen is tegenover mij staan. En dat is heel anders dan toen ze 21 was en ook volledig naar mij luisterde bij alles. Dus nu heb je een eigenzinnige actrice en dat is heel goed. Ondanks het gure en koude decemberweer moet er toch gedraaid worden en dit zonder jas. De eerste bedoeling dat hij in de zalen komt? Over een jaar ongeveer, deze tijd over een jaar denk ik. Maar daar is wat speling op, hè. Herfst volgend jaar, winter, zoiets. Thank you. Oh No, It's a Woman, vanaf het najaar 2010 in de bioscoop.